Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Ik Doe Maar Wat Craft. Ik heb alvast eventjes op internet opgezocht hoe je dit gigantisch simpele hartje moet bouwen, want ik ben gigantisch slecht in het bouwen van welke vorm dan ook. Je wil niet eens weten hoe mijn hartje van net eruit zag, maar over die hartjes gesproken, ik heb een leuk idee voor de aflevering van vandaag. We gaan een toverhartje doen, een toverhartje. Ja, waar een idee op Rick, waar een idee op. Zo zou je het kunnen zeggen. Nee, ik heb nog zat leuke ideeën. Pieter van Chunky Games tweette net naar mij dat ik een redstone penis moet maken. En ik wil ook graag weer een huis doen. Een huis bouwen dat zichzelf herbouwt. Oftewel, het is gewoon een heel groot vierkant van cobblestone. En als je erop slaat en je denkt, oh nee, hij is kapot. Dan herbouwt hij zichzelf weer. Dat is ook best wel cool. En vandaag bouw ik dus een geheimzinnig hartje. Deze is natuurlijk super handig voor als jij een vriendin hebt. Of een vriend die ook nog eens fan is. Oh nee, ik maak mijn eigen redstone kapot. Dit is niet handig. Dit is echt verschrikkelijk niet handig dat het hier in de buurt zit. Dan moet ik het gaan verkassen. Want het plan is dus dat hier allemaal geheime pistons komen. Alleen, er moet dus iets gebeuren. Dat je een hendel overhaalt en dan komt in één keer een hartje uit de grond. Dat was het leuke idee. Alleen, als er allemaal dingen in de weg zitten, dan kan ik het hier niet bouwen. Dus dan moet ik het hartje even verkassen. Ik kan het begin van het hartje redelijk bouwen. Misschien kan ik hem zelfs helemaal bouwen. Weet je, deze hele wereld zit toch zo meteen helemaal vol met bullshit. Hier komt een piston. Hier komt een piston. Hier komt een piston. Hier komt een piston. Dat is 4, toch? Ja. Doen we aan de andere kant hetzelfde. Piston. 1, 2 piston. 1, 2 piston. Dan heb je zo 4, 4. Als het goed is, komt er dan 3 van deze. Ik zal het zo meteen even moeten checken bij het ontwerp. Dus ik ben echt gigantisch. En misschien raad je het al gigantisch slecht in dingen bouwen uit mijn hoofd. Je zou me echt... Misschien moet ik dat juist de volgende aflevering gaan doen. Dan zeggen jullie, bouw een boom. En dan wordt het verschrikkelijk. Ik moet zeggen, de cactus is vanaf sommige hoeken best leuk. Vanaf deze hoek zie je duidelijk dat het een cactus is. Ik heb hem een klein beetje aangepast. Dat ga ik nu even meteen laten zien. Eerst had ik hier natuurlijk signs. 2 signs. Alleen wat dat gebeurde. Sommige cactussen vielen op de kist. Die vielen dan zo. En dan door die signs vielen ze daar. Bleven ze op de kist liggen. En dan gingen ze er niet in. Momenteel zitten er al 34 cactus in de kist. Oftewel, ik heb 34 cactus gefarmd. En ooit op een dag gaat die kist vol zitten. En ja, dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Ik kan die kist ook gewoon weer doorvoeren naar het mondje. En dan komen ze daar weer uit. Hey mondje! Ik heb ook wat slimeballs ingedaan trouwens. Er zit heel veel willekeurige troep in. Er zitten ook een paar taarten in ondertussen. Dat is hoe ik rol. Oh, hij zit wel lekker vol momenteel. Dat is goed. Doe je goed, mondje. Of is de redstone weer kapot? Is dat weer het geval? Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk is het zojuist. Echt, als ik er dichtbij kom of zo, ik weet niet precies hoe die redstone werkt, maar het gaat altijd kapot. Dat is sowieso waar. Het gaat altijd kapot. Eens even kijken. We gaan verder met het hartje. Dat is waar ook. Ja, dit is 3. Dan 1, 1. Ja, oké. Okay, vanaf dit punt snap ik hem nog wel. Oké, okay, dan. Hier komt dus ook een piston. Jammer genoeg komt hier ook een piston. Dan hier 2 pistons. En dan hier eentje. Oh, wat mooi. Wat lief. Nou, stel je hebt een vriendin. Wat heel zeldzaam is als je Serpent Gameplay kijkt. Meisjes houden er niet zo van. Zeg je, wow, baby, schatje, babe, girl. Dat is niet... dan ben je waarschijnlijk je vriendin kwijt. Omdat ze denkt, what the fuck is er mis met je? Zo ging het bij mij namelijk ook. Nee, laat je heel romantisch. Start je je Minecraft op. Geef je er wat kussies en dan haal je een lever over. En dan tover je zo een hartje uit de grond. Dat is toch hilarisch. Oké. En wat we moeten doen is ervoor zorgen dat al deze pistons tegelijkertijd gepowered worden. Wat natuurlijk een uitdaging is. En daar zijn we hier voor bij Ik Doe Maar Wat Craft. Voor de uitdagingen. Het zou fijner zijn als ze allemaal tegelijkertijd de grond uitploppen. Maar we gaan gewoon een beetje proberen. Ik heb dit helemaal niet meer uitgedacht. Zoals eigenlijk iedere Ik Doe Maar Wat Craft video. Doe ik maar wat. Ik moet even kijken hoe dit gaat. Want ik moet allebei deze pistons poweren. En niet eentje maar natuurlijk. Ja, precies. Nou hebben we dus een probleem. Ik kan ze ook vanaf de buitenkant poweren. Misschien is dat wel veel makkelijker. Dan gaat het in ieder geval wel sowieso goed. Misschien moeten we dat maar even doen. We gaan gewoon een heel grote kuil om de pistons heen vrijgraven. En dat mag ook wel. Uiteindelijk komen we toch allemaal weer dicht. En ik zat te denken om er water overheen te doen. Een soort zwembadje. Anders gaat het heel erg opvallen met die rode kleur, weet je wel. Of ik moet het helemaal al rood doen. Maar het maakt niet uitkijken. We komen er wel. Uiteindelijk, na een lange weg... Vol tranen en verdriet. Dan maken wij iets moois. Ik kan ook lava eromheen. Dat hij in één keer uit de lava komt zetten. En dan gooi je vriendin. Die maakt er een multiplayer server van. En dan gooi je vriendin in de lava. Dat vinden ze altijd erg leuk. En schijnt. Dames vinden dat gewoon sexy of zo. Als je ze in de lava gooit. En dat ze dan doodgaan en zo. Ja, dat is gewoon een gekke fetish, denk ik. Ik ben er zelf niet zo van. Dus ben ik veel te nuchter voor. Ik ben een nuchtere boer uit het noorden van het land. Wij doen daar niet aan. Wij gooien onze vriendinnen niet in lava. En hartjes. Nou, whatever. We gaan maar lekker verder met dingen bouwen. Zo. Denk de volgende aflevering in de quizkamer gaan maken. Of
dat andere ding waar ik het over had, die, ja, de quizkamer of de redstone penis, of het huis dat er zelf bouwt, of alle andere 1000 ideeën die ik nog heb voor deze serie. Dat is toch even flink potje fijn als je zulke leuke ideeën hebt, dat je het zelf ook niet eens meer weet. Ik haal die wel even weg daar, dan kun je zo doen, pam pam pam, pam pam. Oh, kun je ook alweer zo doen, kapam pam pam, kapam pam pam. Oh, je moet natuurlijk ook nog een pistentje in. Zo. Ja, de ruimte die kunnen we wel gebruiken hier. De ruimte is welkom. Even kijken. We kunnen ook alvast even de redstone leggen en dan kunnen we een beetje kijken hoe het gaat, hè. Je moet hier wel een beetje mee oppassen, want dit is... je kan deze beter eventjes zo doen, ja. Iets in die richting. Dan laat je die ene redstone van de ene kant komen. Zo, ja. Leuk hoor, leuk. Even kijken. Hoe heb ik dat hier ook weer gedaan? Ja, dat ziet er nog redelijk hetzelfde uit aan beide kanten. Oh ja, vanaf hier doe je het aan de zijkant. Pam, 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 pam. En vanaf hier doe je pam, pam, pam. Oké dan. Dit is de redstone die we momenteel bij ons hebben. En nou is de vraag, hoe ga je dit allemaal regelen, Rick? Zo, bijvoorbeeld, hè. Bijvoorbeeld. Het is gewoon een voorbeeld. Dat gebeurt wel vaker als je bijvoorbeeld zegt. Zo. Misschien moeten we af en toe nog een repeatertje tussendoor. Waarschijnlijk wordt die gepowered vanaf hier ergens. Die ergens een supergeheime knop of een lever of wat dan ook. Stel. Het is gewoon even een stel. Hier komt een lever. Nou. Gooi die lever erop. Eventjes voor de grap. Oh shit, sorry, dat was niet de bedoeling. Stukje redstone eronder. Dit gaat helemaal zo. Katoen, katoen, katoen. Hier even een kleine repeater tussen. Het hoeft niet allemaal precies tegelijk omhoog te gaan, weet je. Dat maakt mij helemaal niet uit. Als het maar überhaupt omhoog gaat, dan vind ik, ben ik al lang al blij genoeg. Zo. Ik weet niet of dit nu het hele stukje gaat poweren. We kunnen even testen. Nou, haal de lever maar over. Tada! En dan moet je alleen de andere kant nog doen. Ik moet er wel een beetje mee oppassen, want ik wil niet dat dit ook qua redstone verkeerd gaat. Ik moet geen cirkeltje gaan vormen en shit. Waarschijnlijk heb je geen idee waar ik het over heb. En dat maakt ook helemaal niet uit, kijker. Misschien weet je wel waar je het over hebt. Misschien heb je ook wel zelf een keer iets gebouwd met redstone. En dan gefeliciteerd dat je ook weet hoe redstone werkt, weet je. Tada! Komt zo'n hartje uit de grond zetten. Behalve dat eenzame blokje hier. En ik heb echt geen idee waarom. Misschien moet ik even de lever overhalen, dan zie je het vanzelf. Dan tovert het antwoord zich. Zie je, het signaal is niet sterk genoeg. Oké. Ik heb hier de eerste repeater. In principe kun je die later doen. Als je hem nou hier neerzet, dan haalt hij het wel. Oké, nou, dan zetten we daar natuurlijk op alle rode blokjes. Zo. Wat mooi. En ik zat dus te denken om er voor de rest water overheen te doen. Of iets in die richting. En dan werd het allemaal duidelijk. Zo. Oké, nou, dan kan die weer naar beneden. En dan dacht ik, als we eromheen... Nou, we kunnen ook wit eromheen doen, maar dat is stom. We kunnen ook lava doen dus. Dat hij uit lava komt zetten, maar... ja... Wat gaan we doen? Ik denk gewoon rood eromheen. Dat is wel het minst opvallende, zeg maar. Zullen we daar gewoon een vierkant ervan maken? Met deze proporties? Ja, zo. Zo, een mooi vierkant. Ook aan de binnenkant lekker vullen. Gooi een laagje water eroverheen. En ja, dan haal je de lever over. En wow, surprise! What? Zo dan. Zo, dat is mooi. En dan gieten we de rest even lekker onder met van dat mooie gras. Dan valt het niemand op dat het eigenlijk ook een supergeheim zwembad is. Ik moet sowieso even kijken hoe ik er water overheen wil gooien, terwijl het tegelijkertijd zo is. Je kan het ook zo doen, dan heb je dus alleen de kleur rood. En dan denk je, oeh, wat is het nou? En dan komt er een hart uit. En dan denk je, ja, ik had eigenlijk even een stukje hoger moeten staan, want ik zie het vanaf deze hoek niet helemaal goed. Maar dat gaat er nu waarschijnlijk gebeuren. Kijk, ik zal ook even de midden opvullen. Gewoon even voor het idee, hè. Dit is gewoon even de test. Dit is niet uiteindelijk het ding, want dan is de video misschien een beetje kort. Mag ook wel eens, weet je, ik doe maar wat kraft, hoeft niet per se 40 minuten te zijn. Dat is niet een eis van een ik doe maar wat kraft video. Ik moet iets gebouwd hebben in ik doe maar wat kraft wereld waar ik tevreden mee ben. En dan denk ik, ja. Dit is dus ja, voor alle Minecrafters met een vriendin. Of met een vriendje. En bedoel ik niet dat Minecrafters meisjes zijn. Dan bedoel ik dat Minecrafters van mannen houden. Niet dat daar wat mis mee is. Ik hou zelf ook wel eens van mannen. Wel eens. Zo nu en dan. Ah, oh, wat leuk. Nou, ik vind het best leuk eigenlijk. Eigenlijk wel. Ik mag het eigenlijk niet toegeven hier op het internet. Maar dit is best een schattig hartje. Nou. Oké dan. Hoe gaan we dit doen? Ik zou sowieso die lever eentje hoger zetten eigenlijk. Dat is wel mooier, denk ik. Oh, dan zit je dus met die redstone hieronder. Dat is alweer minder. Ja, hoe gaan we dat doen? Hij is wel leuk in ieder geval, hoe dat hartje zo de grond uitkomt. Dan zet je die andere persoon daar neer. En dan komt er allemaal vuur uit. En gaat die persoon dood. En vliegt die wol in de fik en zo. Nee, dit hartje is in ieder geval leuk. Dat vind ik leuk geworden. Ik denk dat het wateridee toch wel heel tof is. En dan zet ik de lever gewoon nog iets meer naar achter toe of zo. Doe je zo een beetje extra op, zo... Hier een stukje carpet overheen, weet je, dat kan. Pak je even een stukje rood carpet, ja. Een stukje rood carpet, een sign. Ik denk dat dit gaat werken. Ik ben echt geen Minecraft-kenner soms. Maar soms heb ik wel iets dat ik denk dat het gaat werken. Dat is goed genoeg altijd. Als het goed is, kan het redstone signaal nu gewoon omhoog, ja. En dan kun je hierboven zo'n rood blokje doen met een lever erop. En dan ga je er zelf op staan en dan bouw je een mooi podium. Sorry, karretje. Sorry dat je de verkeerde kant op moet rijden nu. Dat zal je vast heel jammer vinden.
Kijk, nu zie je helemaal niks meer. En ik zou dus denken, ik kan ook eromheen nog een mooie witte rand doen of zo. Misschien moet ik van die dingen doen. Van die dingen, jongens. Even denken, hoor. Laat me even denken. Laat me even zen doen. Slabs. En dan van die mooie witte slabs, ja. Van die quartz slabs eromheen. Zo. Ik kan het ook van netherrack doen. Dan kan het wel lava hebben. Dat is wel tof. Dit is in ieder geval als het lava en zo niet uitloopt en de mensheid uitroeit. Dat is altijd wel fijn. Dat is ook erg romantisch. Het niet uitroeien van de mensheid omdat je van iemand houdt. Dat is hilarisch. Oké, dan. Ik zou dus denken om misschien iets van een podiumpje te maken. Dus met dat... Een stairs, uiteindelijk. Oké, wat voor stairs doen we dan? Ik dacht aan van die nether stairs, maar acacia is ook wel leuk. Zo, een beetje een podiumpje maken. Sorry, karretje. Even kijken, kan ik die toorts ook aan de binnenkant plaatsen? Ja, dat kan gewoon, mooi, geen probleem. Nou, dan kan dat eventjes mooi weg. Zo, mooi hè. Mooi hè, dames. Dit willen jullie toch allemaal? Hoop ik. Ik hoop dat jullie dit allemaal willen. Nou... Heb je hier een leuk podiumpje? In principe kan dit ook weer weg. Want je kan ook gewoon dit doen. Dan werkt het ook, denk ik. Als het goed staat, ja. Nou, zit je een leuke podium. Heb je hier zo twee mooie toortjes ernaast. Mooi, hè? En dan... Tada! Leuk. Nou, dan gieten we het helemaal vol met water. En heb je een fantastisch, romantisch eindresultaat. Voor je vriendin die je niet hebt. Nou, is iedereen niet tevreden deze aflevering? Maar hij is zo kort. Dat hoor ik wel vaker kijken. Daar laat ik me echt niet meer eraf schrikken. Tada! Oh, zo lief! Ja, ik weet je, ik wist echt niet wat ik wilde bouwen. Dacht ik, ja, Natje. Dit is gewoon cute. Dit is gewoon cute, kijk. Vooral het altaartje erbij. Je kan nog huwelijken afsluiten en zo. Het sluit ook allemaal weer mooi dicht. Je kan ook een jumpmap van maken. Toch wel met lava. Je kan ook een blokje TNT hieronder zetten. Oh, er moet nog iets extra's gebeuren, dat wel. Ik stel voor... Weet je, we hebben toch nog tijd. Ik vind het toch wel leuk rond de 20 minuten... om op de achtergrond allemaal beesten te laten verdrinken. Het liefst schapen. Zeg maar een ice bucket challenge-achtig idee. Of ja, we doen een vuurbak. Eerst even met glas een vuurbak maken dan. Oké, nou, dit wordt dus de lengte. Laten we hem twee zoopjes doen. Dat we dit de dimensies worden. Ja. Oké. Laten we hier eventjes allemaal netherrack met vuur opzetten. En hopen dat het water niet... Ja, dat blokje staat in het water, dus dat komt wel goed. Netherrack. Hier zo. Daar doen we vuur op. En het lijkt me wel leuk om roze schapen dood te maken. Dan moet je wel zelf roze schapen erin stoppen. Dat kan ik niet verzorgen, maar... Nou, zo. Misschien wat van hekjes eromheen of zo. Wat is handig daarvoor? Fences of zou ik gewoon glas doen? Wat is leuk? Ik vind het wel leuk om hier dan kwarts te doen. Toch een beetje de stijl vasthouden die je hebt neergezet, weet je al. Blok of kwarts hier. Ook voor de achtergrond natuurlijk. Moet toch een beetje uniform blijven. Misschien moet hier ook wel een hartje uitgedrukt worden. En tegelijkertijd zie je allemaal beesten doodgaan. Dat is wel schattig, vind ik. Vind ik, hè? Het is gewoon een mening natuurlijk. Oh, daar sluit het aan. Ja, oké, dat mag ook. Hè? Nou, zo dan. Oh, shit. Zo dan, ook allemaal goed. Zo. Nou, dat is mooi. Nou lijkt het me dus leuk om beesten dood te maken. Dat vinden we allemaal wel eens leuk, dode beesten. Oh, ik kan die achterkant trouwens ook wel volledig met kwarts doen, anders ziet het er ook zo raar uit. Kabam, 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 ski, kabam, ski, kabam, ski, kabam, ski. Als je nu een gat in de vloer maakt, dan heb je het verpest. Weet je dat ook weer eventjes? Het enige probleem is dat nou die netherrack te laag zit. Dat is niet erg. Dan hogen die er gewoon even eentje op. Voor zo'n mooi spektakel als dode dieren. Dan kan dat echt wel eventjes gebeuren. We kunnen ook gewoon die dieren uit zichzelf kinderen laten maken weer. Een beetje zoals we dat hadden met dat andere ding. Die ene machine daar. Die beesten maakt en om ze vervolgens te laten sterven. Dat is een leuke machine. Oké, nou. De machine is in principe klaar. Zo moet die gewaakt worden. Nou, het enige wat we nodig hebben is wat vuur. Dat is altijd wel fijn. Laat het even aansteken. Zo, flint en steel. Ja. Zo, hartstikke mooi allemaal. Zodat je lekker vanaf die kant al ziet. Oh, wat leuk, vuur. Want ja, meisjes zijn dol op dode dieren en vuur ook. Dus daarom dacht ik, voeg het even toe. Dit zijn ook allemaal dating tips trouwens. Je mag ze gebruiken. Als je een leuk meisje tegenkomt, moet je wel even de nummer ook aan mij doorgeven. Dan kunnen we er wel delen, toch? Weet je, het is een eer om een meisje met mij te delen. Als je zoveel abonnees hebt als ik, dan is het gewoon een eer. Dus niet irritant meer, hoef je niet meer jaloers te zijn. Dan is dat gewoon geinig. Oké, dan. Zo dan maar. Zo'n mooi hok. Nou, we hoeven alleen nog maar dode beesten te regelen. Dat is natuurlijk een erg leuk en spannend gedeelte ook. Om je relatie te bezegelen. Dit is eigenlijk gewoon een trouwmachine. Dit is zeg maar een nieuwe traditie. Weet je, sommige mensen die gooien glas kapot als ze trouwen. Voor mij is dat een Joodse traditie. Zeg je mazzel tof en dan maak je een glas kapot. Sommige mensen gooien met rijst. Ik gooi met dode dieren. Daar is ook niks mis mee. Ik zit alleen even met één probleempje. Is,
dat ik kan wel een piston doen vanaf hier. Alleen dan, oh ja, ik denk dat dat wel lukt. De schapen waar we mee gaan werken, die kunnen niet door één blokje. Misschien wel. Shit. Dat is vet stom. Schapen kunnen wel door één blokje heen. Zeg maar, als je het zo dicht zou bouwen. Ik ga het even laten zien, hè. Even gauw aantonen wat ik bedoel. Als je het zo dicht zou bouwen. Een beetje hoger. Een beetje hoger. Dan kunnen ze wel eens nog doodgaan. Als ze een beetje verkeerd lopen, zeg maar. Dus eigenlijk moeten de schapen gewoon gespannen worden uit zo'n schapenspan. En dan zijn ze maar niet roze, weet je wel. Zijn ze maar gewoon niet roze. Fuck die shit. Oké, dus iedere keer als de hendel overgaat, worden er gewoon een paar schapen gespannen hier. Het zou leuker zijn als ze gewoon heel even in de fik stonden. Omdat het vuur even aan uitging. Dat kan ook. Heb je een heleboel dispensers nodig. Maar dan wordt het wel weer een hele lange video. Om die dispensers allemaal te poweren. Maar het is wel leuker. We kunnen ook verder gaan de volgende aflevering. Weet je, en wat het nu een wat langer project wordt. Dan gaan we volgende aflevering de bruiloft deel 2. Het concept is gezet. We gaan iets doen met branders die snel uit, aan en uit gaan. Schapen die branden. En je vrouwtje in Minecraft die helemaal gelukkig is. Ik wil graag de video afsluiten met Minecraft pick-up lines die ik al een keer gedaan heb. Oké, het is alleen niet uit mijn hoofd. Ben jij... Ik denk dat ik Gravel ben. Want ik val voor je. Smooth. Wil je even aan mijn lever zitten? Wie weet wat voor puls ik stuur. Ben je misschien een torch? Want jij verlicht mijn wereld. Jongens, dan kijken we deze aflevering. Volgende aflevering. Meer dood en verderf. Zoals dat gewenst is. Voor de volgende aflevering van Ik Doe Maar Wat Kraft. Waar ik wel meer dan alleen maar wat doe. Ik bouw machines voor de wereld. Tot de volgende aflevering. Doei!